Heb jij dit altijd zelf gedaan als topsporter, je eigen was? Nee, mijn moeder deed echt altijd alles. We hoefden zelf het bed niet op te maken. Ze deed altijd zelf en toen heeft ze een hersenbloeding gekregen. En op een gegeven moment, toen moesten wij het allemaal zelf doen. En dan merk je wel hoeveel je moeder doet. Gaat goed, mam. Ja. Heb je lekker geslapen net? Een jaar geleden krijgt Irene's grootste fan, haar moeder, Jolanda, een zware hersenbloeding. Ze is dan 55. De gevolgen zijn rampzalig. Ze woont nu in een verpleeghuis. Slikken, hup. Kom op. Even slikken. Zij bracht mij altijd naar de trainingen, naar wedstrijden. Waar er, wanneer het goed ging, maar ook vooral wanneer het niet goed ging. Daar was het, vooral met mijn moeder kon ik daar gewoon, als het niet goed ging, kon ik altijd met mijn moeder daar goed over praten. Ready. Irene Schouten, 25. In 2015 is ze de eerste wereldkampioen massastart bij vrouwen. Een discipline waarbij alle schaatsers tegelijk starten en 16 rondjes rijden. Je moet in een peloton kunnen schaatsen, je moet brutaal kunnen zijn. Je moet tactisch inzicht hebben wanneer je de sprint wil aangaan. Je moet een goede eindsprint hebben en kunnen vechten voor je plek. Ja, Schouten binnendoor. Heel knap. Schouten nu op volle snelheid samen met Blondin. Blondin, geen helm. Schouten, ja! Ja, de wereldtitel. Ik ben dat ik daar over de finish kwam, heel Tiaf ging uit zijn dak. En dat was zo mooi. Dat denk ik nog regelmatig aan. Haar moeder, dan nog gezond, is de eerste naar wie ze toe rijdt. Irene Schouten, marathonschaatser. Gespecialiseerd in de 3 en de 5 kilometer. Maar vooral Nederlands favoriet voor de massastart op de Olympische Spelen komende februari in Zuid-Korea. Is op dit moment leading in Nederland, leading lady. Het moet allemaal nog wat scherper, het moet allemaal nog wat sneller. Maar in Nederland heeft ze alles gewonnen wat belangrijk was. Uit wat voor hout is Irene gesneden? Ja, dat is geen hout, dat is beton. Discipline en doorzettingsvermogen. Ze is ijzersterk. Broer Simon, zelf de beste marathonschaatser van dit moment, en Irene schaatsen allebei in het team van coach Jellert Anema. Simon kent de kwaliteiten van zijn zus als geen ander. Kijk, als we met zomertraining doen, dan skiën we vaak lange ritten. En zij is dan als enige vrouw die de heren bij kan houden. Terwijl er al sommige heren gelost worden omdat het te hard gaat of omdat ze kapot gaan. En zij volgt nog. En in de auto vraag ik dan wel eens van, had je het niet zwaar? Nee, viel mee. Terwijl ik bij mezelf denk van, ik had het aardig moeilijk. Hey, weet jij waar papa is? Irene komt uit een gezin van 4 kinderen. Haar ouders hebben een tulpenkwekerij in het Noord-Hollandse Andijk. Haar jongste broer Klaas werkt inmiddels in dat bedrijf. Het is een hecht gezin. Pap, onder de middag eten we warm. En we komen gewoon later terug van de training. En dan ga ik vanavond naar mama. Hard werken en doorzetten. Het is er met de paplepel ingegoten. Ik heb altijd tegen mijn kinderen gezegd, ik zie liever werkpaarden op het ijs, dat iemand derde wordt en de wedstrijd heeft gemaakt, dat iemand helemaal niks heeft gedaan en gewoon de laatste 100 meter het werk afmaakt en dan met zijn handen omhoog gaat. Kijk, daar hou ik niet van. Vroeger deed ik elke zaterdag gingen we hier bolletjes op prikkers zetten. Dan loopt die via de band. Hey Piet! En dan zetten we de bolletjes op de prikkers. En die gaan op een gegeven moment de koelcel in en dan later de kas in en dan groeien ze uit tot tulp. En jullie kennen elkaar ook? Ja, Piet die werkt hier al heel lang. 19 jaar? 19 jaar, ja. En hoe oud bent u nu? 76. Wat had u gedacht dat ze zou gaan doen, dat ze zou worden? Wat had ik van papa al gezegd, Irene? Mijn vader ging vroeger samen met werknemers wijsmaken. Die vroeg van, wat wil je laten worden? En dan ging ik zeggen, fotomodel in Playboy. Nou, toen kwam ik bij mijn
opa en oma, de vader en moeder van mijn vader. En ja, wat wil je laten worden? Ja, fotomodel in Playboy. Ja, weet je wel wat dat is? Nee, nee, mijn opa en op mijn oma vooral boos op mijn vader, want het komt hier niet. Dus mijn oma zegt, maar Irene, dat mag je nooit doen, want dat is helemaal niet netjes. Geen catwalk, maar wel in de schaatsarena. Van de eerste slagen op de sloot, naar wedstrijden in het land, tot nu wereldbekerijs. Wij maakten ontzettend veel kilometers. Ik moest wel eens met Simon naar Den Haag, Jolanda met Irene naar Groningen toe. Dat was ontzettend veel op en neer rijden. En ja, dat was gewoon zo. Op een gegeven moment, mijn broer had zijn trekkerrijbewijs. En mijn ouders, ja, die hadden hier gewoon het bedrijf. Dus die moesten wel gewoon werken. En toen zei mijn moeder van... Nou, mijn vader ook, jullie kunnen wel met de trekker naar de training. Dus toen hebben we dat wel gewoon, volgens mij 2 jaar gedaan. En we gingen met de trekker naar de ijsbaan in Horen. En dan zagen ze er, oh, familie Schout is er ook. In november vorig jaar krijgt Irene een telefoontje tijdens haar fietstraining. De moeder heeft een zware hersenbloeding gehad. Ze overleeft het, maar vanaf dat moment is alles anders. Dramatisch, ja. Ja, je bent echt de spil van je, ja, van je, ja, het warme hart, de warmte uit huis is verdwenen. Hè? Het was altijd, ze was altijd thuis, ze deed de boekhouding, de loonadministratie, we hadden de deur nooit op slot, nooit, want Jolanda was altijd thuis. Dus als er iets gehad moest worden, Jolanda, kun je dat even halen? Ja, ze stond klaar en nooit geen gezeur, nooit geen geklaag. Na 3 maanden of zo is het echt is het niet meer goed gegaan en ging ze eigenlijk alleen maar achteruit. En toen besefte ik ook wel, oké, dit komt echt nooit meer goed. Irene's oudste zus Catherine zorgt veel voor haar moeder. We gaan morgen weer kijken voor de tv. Toen was ze in de Stavanger, hè. Ik kreeg het helemaal warm toen Irene maar moest van de spanning. Toch? Weet je dat nog? Ik hoop dat zij uiteindelijk nog wel... Kan bijvoorbeeld aangeven of ze pijn heeft of met ja of nee. Mm-hmm. Daar zou ik al heel gelukkig van worden. De leegte die hun moeder achterlaat is niet te vullen. Maar zo goed en zo kwaad als het kan, pakt de familie de draad weer op. Maar als ik thuis ben, zoals nu, en dan is het handiger om onder de middag warm te eten, ja, dan kook ik wel. Ik heb weinig geduld voor eten koken soms. Dan zijn de aardappel hard. Dat is een beetje, wij hebben hier zo, als ons gezin, een beetje de gewoonte, wij prakken altijd onze aardappels. En wij maken er altijd, wij prakken alles, de groente er ook doorheen. En als dan de aardappels een beetje hard zijn, en Simon doet dit en ze liggen bij mij op het bord, dan gaat het niet goed. Even kijken of Irene opneemt. Ik denk het niet, mama, we gaan het gewoon even proberen. Nou, ik had een weekend schaatsen, maar ik kan het weekend niet voor mijn moeder zorgen. En dan komt er heel veel werk bijvoorbeeld op de schouders van mijn broertje of zus. Nou, niet op het rode knopje drukken, hè? Nee, ze neemt niet op. Helaas. Het is wel een stukje schuldgevoel. En ik weet... ook wel dat, nou ja, soms krijg ik het wel eens te horen van, ja, je bent er nooit of, ja, zoiets. En dat is wel moeilijk. Maar ze weten ook wel dat ik gewoon een doel heb dit jaar en dat ik daar alles voor wil doen. Alles voor wil opgeven. De Olympische Spelen. Ja. Eind december hoort Irene of ze naar Zuid-Korea mag. Zou u trots zijn op haar als ze naar de Olympische Spelen zou gaan? Ja, vanzelf. Ja? Ja, dat zal heel mooi zijn, hè? Kijk, daar heeft ze ook naar gewerkt. Denk je dat je vader komt kijken? Tijdens de Olympische Spelen? Ja. Ik denk het wel. Ja. Dat hij meegaat naar Korea? Ja. Dat denk ik wel. Ik denk gewoon dat hij ook denkt van, nou, dit, weet je, dit is een kans van Irene. En ik merk wel gewoon aan hem dat hij ook nu meer geniet. Dat hij wel denkt van, ja, weet je, het is niet alleen werken. Zit u daar op de tribune in Korea? Ik denk het niet. Nee. Nee, ik zit met mijn vrouw.
ja, je moet er eigenlijk wel wezen voor je kind. Hè? Maar kijk, ik zeg zelf, als ze eerste wordt, hoef ik er niet te wezen. Want dan heb ze aandacht genoeg. Maar het gaat juist, kinderen moet je opvangen als het net niet gaat. En dan moet je het als ouder zijn. Hè? Als je een medaille wint? Nou ja, het is niet het makkelijkste jaar geweest. Als ik dit... En dan zou ik wel... Nou ja, trots zijn op... Niet alleen op mezelf, maar als het hele gezin, hoe we het hebben gedaan.